Volgens mij heb je ervaren. Ja, een beetje, om de film goed te zien is het ook wel fijn om een goede plek te hebben. We gaan nu naar een Japanse film kijken. Okay. Kamui heet die. Ninja film. Oh, ninja. Ja. Oh, okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, zoals straat, ik heb geen kaartjes. Jij gaat genieten van een ninja film. Veel plezier, ik wacht hier op je en dan gaan we gewoon weer naar de volgende rennen volgens mij. Hè? Ja, tot straks dan. Nou, snel in het midden van de zaal zitten. Ja, oké. Ik dacht die ninja films altijd heel erg kort waren. Hey Jos, de film is afgelopen, we moeten door. Dat duurt lang, zeg. Het begint wel over een kwartier. Hoe was die? Alles de moeite waard. Ja? Niet de beste ninja film, maar wel de moeite waard. Ah, ja, ja. Kan je die film nog wel onthouden als je zoveel films kijkt? Ja, maar dat kost wel wat voorbereiding. Nou, we zijn er. Lantaarn Venster. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Nou, ik wacht buiten wel weer. Ja. Veel plezier, hè. Tot straks weer. Yo. Hoi. Yo, Gijs. Oh, Jos. Je kijkt opgewekt. Ja, echt een geweldige film. Echt 2,5 uur genieten. Zulke films mag ik vaker zien. Ja. Een aanrader voor de mensen, een profet. Ik ben ondertussen absoluut. Even wat wezen eten. Groot gelijk. Ik zag op je planning staan dat Cinerama, heb je nog een film staan? Ben je zat of wil je naar huis of wil je daar nog naartoe? Ja, ik kom hier voor de films, dus we gaan gewoon naar Cinerama. Hey Jos, hoe lang is dit voor je geweest? Zo, ja, voor jou ook helemaal. Al die films vanavond hebben gekeken. Jij wil naar bed, denk ik. Ja, ik kan wel wat slaap gebruiken. Morgen is weer vroegdag. Ja, het leuke is, voor mij dan, ik ben er voor vandaag vanaf. En jij mag morgen gewoon weer diezelfde haast, diezelfde films. Gelukkig nog steeds met veel plezier. Ja. Filmidioot. Ja, sorry. Een van de festivalprogrammeurs reisde met een team internationale filmmakers een half jaar door het continent om samen met Afrikanen nieuwe films te maken. Soms met financiële hulp. Want er zijn wel Afrikaanse filmmakers, maar de middelen die schieten ernstig tekort. Resultaat? Een speciaal Afrika-programma met tientallen korte en langere films dat vandaag van start gaat. In zo'n heel continent kun je misschien in Zuid-Afrika naar een filmschool of in Nairobi is er iets. Maar als je dat vergelijkt met hoe groot dat continent is en hoeveel steden er zijn, zijn er eigenlijk voor iemand die filmmaker wil worden, zijn er heel weinig mogelijkheden. Soul Boys, een film uit Kenia van een jong filmmaakster. En zij heeft dat project opgezet binnen een workshop wat gesteund is door Duitse fondsen. En zij is uiteindelijk erg geholpen door Tom Tykwer, de beroemde Duitse filmmaker, om dat project af te maken. Kijk, dat is dus één weg, dus zeg maar de steun buiten Afrika zoeken. Zo'n film als Soulboy bijvoorbeeld hebben wij ook met Huub Balsfonds ondersteund. Maar ik had tijdens mijn reizen ook een klein budget om zeg maar filmmakers die eigenlijk al een film hadden, maar niet af was of niet ondertiteld was, te helpen. Dus bijvoorbeeld de film My Bobo uit Rwanda is zo'n filmpje. Dat wij vonden die filmmaker en dat filmpje was nog niet af. En hij had nog een klein beetje geld nodig. En daar hadden we dat budget voor. Het Afrika-programma start dus vandaag. My Bobo en Soul Boy gaan morgen in première. De tip van vandaag is een Spaanse film over Rosa, een huisvrouw die een verborgen tweede leven leidt. Tenemos la misma melodía. ¿Qué tal has dormido? Yo cambio mía.